Ik ben Willy de Bleker, voorzitter van het comité Sociale Werken De Croo. Ik doe dat reeds vanaf 1985 en nu in 2022 stop ik. Mijn opvolger wordt Jean-Paul Dobbelaar. Sonja, ja. Ben content dat hij als schatbewaarder van het comité dat met plezier overgenomen heeft. Wat is uw antwoord daarop? Wat is uw antwoord daarop? Je weet, we hebben altijd goed samengewerkt, dus ik pak dat met plezier over. Ik deed al een beetje en nu zal ik het volledig op mij pakken. En dat zal allemaal wel lukken. Ik wens ik een goed pensioen toe. Elk jaar trakteren we de kleuters van de Stella Matutina van hier rechtover op een kermis. En dus ze mogen allemaal vissen en ze krijgen dan een prijsje. Vroeger deden we ballonnen, maar de mensen kwamen er een beetje tegenop, omdat dat niet goed is voor het milieu. Dus hebben we dan beslist om een tekenwedstrijd te houden. En nu hebben we die in de kerk opgehangen. En hebben wij al gekozen wie. Dus uit elke klas wordt er een prijsje gegeven. En op het einde van het schooljaar in juni, dan gaan we terug met de delegatie van het bloemencomité en van de sociale werken naar de school. En elk kindje krijgt dan een prijs, maar dan degene die wij uitgekozen hebben als beste tekening, die krijgen dan nog een prijsje extra. En verder hebben wij, dat is wel ons grootste evenement nu, kermis oktober met de geitenkeuring en de mastklimming daarna. Dus de mastklimming, dus elk kind kon hem inschrijven en die gaan op een mast ook een lotje trekken en dan krijgen ze ook een prijsje. Mark, jij bent al een paar jaren de inschrijver. Hoe valt dat mee? Inderdaad, dat is een hele karwei. Zeker in de één beginfase was dat een heel karwei in die zin. Als je dat niet gewoon bent, enerzijds honden, daar ben ik wel van op de hoogte, maar schapen. Ik zie een wit en een zwart schaap, een bruin schaap. Maar wat verschillende rassen dat zijn, ook in de categorie geiten, is dat een beetje een evidentie dat die schapen- of geitenhouders de verschillende rassen uit elkaar houden. In mijn zin is een geit een geit, een schaap een schaap. Maar ik ben altijd tevreden geweest dat onze vorige inschrijver, Eliaan Taaldeman, die jarenlang het als zijn taak bekeek, toch wel het prachtig gedaan heeft en ik ben altijd fier dat ik jou mag vervangen. William, hoeveel jaren doe jij al de keuring? Nu zal dat 15 jaar zijn. Dus vertel dan ik er iets over. Volgens het ras van de schapen en van de heid. Het is de vorm en de lengte, de breedte van het schaap. En zo worden de schapen gekeurd en de heiden. Meneer de minister, hoeveel jaar is dat hier al? De geitenkeuring en de schapenkeuring en de mastklimming, had hij daar een zicht op? Het moet toch zeer lang zijn, want als ik klein manneke was en mijn vader was burgemeester in die tijd, toen was ik een jaar of 3 of 4, kwam ik al naar de mastklimming en dan werd er nog zeepen, bruine zeepen op de mast gedaan en dan moest je proberen erop te kruipen en je zakte er beneden en die deugnieten van de jury die trokken die de cirkel omhoog. En dat was ook geitenkeuring. En er zijn er veel vandaag, maar ik heb er nog meer gezien in de tijd. Was het natuurlijk ook veel mensen van de gemeente zelf. Goh, ik denk dat moet een paar honderd jaar oud zijn. Veel ouder dan wij denken. Dat was ook onze ruitersomgang, dat is ook bijna 200 jaar oud. En dat was hier op het oude dorpplein. Mijn vader heeft het nog gemoderniseerd en ik heb het daarna mogen doen. Maar toen hadden wij nog 4 of 5 cafés op het dorpplein. Nu 1 of 2, om het restaurant bij te pakken. Maar het blijft een ambiance en ik heb het altijd met goed weer gezien. In Brakel zijn er verschillende tradities. Kun je er ook een woordje uitleg over geven?
Ja, tradities zijn zeer belangrijk. Hè. De Ruitersomgang en Sint-Pietersomgang in Nederbrakel, Sint-Sebastiaansomgang in Michelbeke, alle twee ver boven de 200 jaar. De geitenkeuring is een traditie. En je ziet dat hier is een speciale sfeer. Het zijn de mensen van hier die hier zijn. Toeristen komen nog niet af, ze hebben ongelijk. En tradities is iets dat jij weet het op voorhand, dat de jury is van de streken. En voor de paarden komt men, wordt men gezegend, komt men dan rond een traditionele omgang. Dat moet blijven bestaan. En we doen ons beste trouwens, zelfs voor de kapelletjes. En de kleine en grote betaalt de gemeente nogal wat geld. Maar we hebben ook een hoop vrijwilligers die daarmee bezig zijn. Zonder traditie bestaat je niet. Want dat is zoals de souvenirs van je leven, de kennis van je ouders en je grootouders. Traditie, dat is een beetje, zo durven we zeggen, de veerkracht van de lokale maatschappij. In ere ouder. Goed gezegd, voorzitter. Lamp ooi. Tweemaal fabriek Vermeer. Jij zijn van Michelbeke? Ja. Wij zijn vrij content dat er iemand van Michelbeke ook komt. Ja. He? En hoeveelste keer komt hier nu al? Goh, de zevende keer, naaste keer. Ja. Ja. En heb je al prijs gehad? We moeten nog vuren komen, dus... Ja, maar vroeger? Ja. Meestal wel, ja. Is het tevreden? Meestal wel. Ja. Dat is goed initiatief, hè. We verwachten u volgend jaar terug. Ja, oké. Dank u wel, hè. Ja, merci. Waar komde hij hier nu al? Ik denk dat mijn 8e of mijn 9e jaar is dat ik naar Michelbeke kom. Ja. Zijn ze tevreden? Dat zeer tevreden. Mag... Zeer tevreden. Ja. Goed bestuur en schoonkeuringen. Ja. Ja, ja. Ja. En je denkt van prijs te hebben? Ik hoop het. Voilà. Ik hoop het. Allee. Je bent altijd welkom, hè, volgend jaar als opbrief. Zeker en vast. Volgend jaar komen we zeker en vast terug. Allee. Dan moet je dat prekenen. Dank u wel. Hè. Graag gedaan. Ben ik even vroeger. Hij komt van Elst waarschijnlijk. Ja, ik kom van Elst, ja. En heb jij al dikwijls geweest met... Vandoor is de eerste keer dat ik er kom. Is de eerste keer? Ja. En, je denkt van prijs dan? Ik denk van wel, ja. Vorig jaar heb ik dat geitje hier gekocht, ook de eerste. En, ik denk vandoor dat weer de eerste zijn. Alright. Ja. Vriendelijk bedankt. Ja. En hopelijk heb je weer de eerste prijs. Hè? Ja. Dank u wel. Hoeveel jaar kom jij hier al? Ik denk dat ik toch zeker naar hier toch al een 10 jaar toch al zeker kom. Ja. 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 10 jaar. En zijn je content?
Oh, we zijn altijd content dat we naar hier mogen komen. Het is altijd heel leuk, hè. Veel volk die komt kijken. Het is altijd leuk om je dieren dan een keer aan de mensen tentoon te stellen. Dat je toch een beetje in je fierheid kunt doen. De dieren die je kweekt in je stal, die in je stal zitten. Net, hè. En jij komt van? Ik kom van Merelbeke. Ja. Dank u wel. Hè. Graag gedaan. Jean-Paul, ja, ik ben erg tevreden dat ik u kan voorstellen als de volgende voorzitter. Wel, we hebben er al een paar jaar over gesproken, had mij dat al ingelicht, dat als je 80 zou worden, dat je eigenlijk de fakkel wilt overnemen. En ik heb van in het begin al gezegd dat mij dat wel interesseert. En ja, we hebben zo'n beetje ook veel gepraat met elkaar en gezien hoe dan we de mensen moeten, laten we zeggen, leiden. En hoe dan ook al de mensen zelf die meedoen, erg enthousiast zijn. En daarom heb ik in feite ja gezegd. En ja, we hebben al heel veel zaken samen gerealiseerd. En ik zou die stap verder willen zetten, want het is toch eigenlijk belangrijk dat Kermis Michelbeke Kermis Michelbeke blijft. Hè. Uiteraard, Jean-Paul. En daarom, doe het goed de volgende jaren. En bedankt voor alles. Ik zal mijn best doen. Hij zei bedankt voor alles. Maar ik zal mijn best doen. Oké. Okay.